We hebben data, we hebben AI. De volgende hoofdstuk dient zich aan. En dat is hoe onze business te doen groeien met gebruik van data en AI. Al snel doemt het spookbeeld op. You know, straks stuurt de AI ons. Well, we staan stil bij de ethische kaders rondom het gebruik van data, privacywetgeving, en ook het gebruik van AI. En dat is trustworthy AI, betrouwbaar AI, ethisch verantwoord en AI die volledig invulling geeft aan de wetgeving. Dus daar staan we bij stil. En de volgende stap daarin is om AI in te zetten als ondersteuning van de mens. We kijken van hoe gaat de mens en de machine samenwerken. Hoe borg je dan dat goede samenwerking waar de mens zijn kracht in brengt. Judgment, fitness for purpose, ethiek toepassen. En de machine zijn kracht in brengt. Maar altijd is de mens in control. En we kijken hoe je dan op basis van de data je business kan doen groeien. So data-driven growth is de ultieme doel hierin. Kan je de juiste data vinden, de juiste toepassingen bedenken die gefocust zijn op wat die klanten willen.